deze zomer richt ik me nu eventjes op de WK natuurlijk. Dan komt meteen achteraan de Tour de France. Dus dan krijgen we weer Tour du Jour, waar ik elke avond het programma afsluit. Gaat het ook dit jaar weer gebeuren? Een liedje, ja, gaat dit jaar weer gebeuren. Met één minuut van mijn Tour de France lied. Nou ja, en dan gaan we eens even naar Spanje een beetje optreden. En dan richt ik me op de single over mijn vader. Nee, er zijn maar weinig dagen dat we dus helemaal niks op het schema hebben staan. Nou, en als het zo is, dan gaan we een mooi restaurantje uitzoeken in Amsterdam. En dan gaan we eens even bijpraten en weer wat plannen maken. Ik heb een goed team mensen om me heen. En dat voelt erg goed aan. Het concert, hoe gaat het daar eigenlijk mee? Dat moet gebeuren. En ik heb nog geen data. Ik heb op het oog om het in het nieuwe La Mar te doen. Kom je nog niet zo 1, 2, 3 binnen. Er zit een soort commissie die op een weegschaal ligt van is dat nou de figuur die hier een concert mag, kan geven? En zodra ik het ja-woord heb, ik heb die zaal bekeken. Het is de Wim Sonneveldzaal. Er zijn ongeveer 1000 mensen in. Daar wil ik een jubileumavond vieren met wat collega's die als gast langskomen. Maar de tijd begint te dringen. Het is al juni. Ja, maar je moet nooit overhaasten, want anders kom je er niet. Ik ben afhankelijk van het ja-woord.